Nee. Beginnen we daarmee dat ze... Ik zou zeggen, even kijken, die... Ik zou zeggen, koplop, moet je dan ook bij Rob en bij Bjorn in de stream zeggen, hè? Niet alleen bij mij. Even kijken, hebben we het erin? Nou, we gaan in ieder geval doen. Good morning, is the day of the Intercity Railroad here on the ECML? You will be running... Oh god, David heeft nog een sub... naar gek idee, Dave kunt de 5 subs... David, dankjewel voor de gift sub natuurlijk. Gek idee ook, welkom. Hype indeed. Even kijken. You will be running the recently restored last 18 nano rail tour to the north. Part of the plan. Part of the plan of the event is a meetup. Ja, oké. Dat is goed. Even kijken. Trindam hebben wij niet. Origin is. Bounce Green Depot, gok ik. En we gaan naar London King's Cross. En doen we met een Class 89. En dat is van British Railways natuurlijk. Kaartje erbij, dus als het goed is moet die ingeladen zijn. En dan gaan wij... Rennen moet ik wel even kaartje even openen. Nee, ik wil die niet. Zo. Nog een keer subhype indeed. Nou, ik ga niet voor... Hij stond origineel andersom, maar goed. Even kijken. Lampjes aan. Die. Die hebben we natuurlijk nodig. Even kijken. Ik weet alleen even niet wat dit was, maar goed, dan zetten we wel op 10. En dan... Waar rijden we mee? We rijden mee met de badge loco. Oftewel, dit ding. Dankjewel daarvoor voor de 13 bits. Er zijn nog 13 bits van mij. 13 bits hype. Even kijken. Let's go. Class 89, nummer 001. Dat lijkt wel de Entrek HHP8. Dat... Ja, laten we zo zijn. Volgens mij is deze veel ouder dan dat ding. Misschien is die erop gebaseerd. Joehoe. Die doet het weer. En David, die komt nogmaals eens binnengevallen met een gift sub deze keer voor Clip Meneer. Dankjewel voor alle support, David en Clip Meneer. Welkom. Let the hype begin. Ik vind het prima. Nee, de corrects die staan er niet op. Yo. Ik wil stop met dat ding. ik rij achteruit. Level train hype. Dutch, dankjewel voor 30 bitjes en Oscar ook goedenavond. Hype train is een succes. Oeh. Nice. Such strong support, level 1 completed. En ik heb een emote gekregen. Dankjewel, David. Tjoetjoe. zo. Even kijken. Ik had alleen de message niet gezien, maar we moeten naar Finsbury Park Station Upgoods. Dat is die kant op. Oké. Waar zitten wij? Wij zitten hier. Wij moeten die kant op.
Let's go. Speed? Oh nee. Martijn staat er alweer klaar voor, dat is toch standaard hè, dat Martijn net voor het klaar zit. Maar detaillering op deze lok is wel leuk. Voor inzien voor zeer mooi, voornamelijk bij de bogies. Niet stoppen voor een stopwatch. Ja, sorry. ik zal wel opletten bij jou. Skubbakkerie. Smoesjes Jansen. Het is ook altijd alles met jou. Hè? Alles wat ik doe is smoesjes, 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 smoesjes. We mogen zo meteen naar 20 mijl per uur. Joehoe. We hebben groen en we mogen door naar 20. Nice. De week komt even binnengevallen met een resubscriptie alweer voor 16 maandjes. Goedenavond, alweer 16 maanden op rij met die holdemuk. Dankjewel de Vink voor de resubscriptie en welkom, goedenavond. Ach, daar komt de bliefjes thinking aan hoor. Oh god, nee. dankjewel David voor... voor 100 bitjes. Het lekt een beetje, maar goed, dat is de logo. Maar goed, 365. Een 89 en... een 800. Dus, ja, hup mogen sneller. Ik zit op 20 mijl per uur met het oude bakbeest. Daar ogen hype in die. Het zal wat zijn, Roby, dat straks in één keer jouw route in één keer een draaiorgen staat. dit ding kan niet hard. Dit ding mag maximaal 125. Je had je kunnen verwachten. Ja, I know. Hey. 35. Hoezo? Oh god, nee. Zo dat ik hier een twist gezet. Ja, is toch leuk, Remco. Maar in ieder geval goedenavond en welkom. Dankjewel, David. Paniek hype. ik word helemaal afgeleid ondertussen. Kijk nog, 365. Doe dat nou eens niet. ja, draaien is toch awesome. We gaan in ieder geval op weg naar Finsbury Park Station Upgoods. En dan gaan we daarna naar King's Cross. Oh, bakbeest had schoenendoos in. oh god. Kijk niet, er komt wat daar naar de achterkant. Er komt wat aan. Is die leren schoenen door, Martijn?
Ik moet zeggen, ik vind dit wel op zich wel een mooie livery. Oh god, heb je hem ook weer. Doe trein. Sturm. Wij gaan afremmen. Sturm. Oei, oei, oei. Zou het zijn als hier PCB inbouwen? Sturm, sturm. Hé, hey, kijk, daar hebben we koppel op hem al. Ja, lekker pech, hè? Dan mag ik jou weer inhalen, jongen. Kom maar op met dat ding. Kom maar. Ja. Dun, dun, dun. Mogen we hem weer inhalen. Wat een craziness. Oh god, hebben we dat ding ook weer. Nog een 800. En nog een 365. Nou, hier zit dus, dit is niet de standaard loco. Dit is de variant van Vocal Productions. Die heeft namelijk een logotje op de voorkant, de nummertjes. In plaats van alleen aan de zijkant. De Bounce Green items. Je hebt ook nog de GNER livery. Je hebt de Intercity Mainline livery. Met de zwaluw aan de zijkant. Dus die heb je ook nog. En de lampjes zijn hier blauw. Deze is gefixt. En volgens mij de toetsen ook. Hoor, dan weet je maar nooit wat voor systeem ze gebouwen. Ja, het zal me niet verbazen. NS Brinks ook, goedenavond en welkom. Och god, daar hebben we hem ook weer. Dat is nou de vierde keer dat we hem zien. Zo te zien is wat groter geweest het station vroeger. Wij staan in ieder geval even op de goods gaan we stilstaan zo. Ondanks dat we groen hebben. Oh, laten we maar wel even goed gaan staan voor de treinspotters. Laten we dat maar wel doen. Niet te ver voor de ding. En nog een. En we staan stil. Maar een foto van die 365, die zegt nu scumbag. We are booked to wait here a few minutes to let trains go ahead. You may continue at 8:27. Dat is lekker druk. Niet van het DTG-scenario verwacht. Kijk, die zit gewoon te bellen. Hallo. Terwijl ondertussen onze fotografen met de camera's. Wat voor camera's zijn er trouwens? Een DTG-camera. Hoe hoge kwaliteit kun je maken met een DTG-camera? Met die stappen die je achtervolgt. Ja, het is een standaard DTG. Het is een DTG-scenario. Dus ik ben benieuwd wie dit heeft gemaakt. Maar die maakt wel goede scenario's dan. Edgar, goedenavond en welkom. David, die valt nog een keer binnen met een subgift. En deze keer voor Daan SG. Daan SG, ook welkom weer terug bij de club. 3 maandjes hype ondertussen. Geen kwaliteit. En David die komt ook even binnengevallen. Nog een keer met een sub. Deze keer voor Mark.
Mark, welkom. Nogmaals welkom bij de club. En voor 2 maandjes alweer. Let's go. We gaan er vandoor. Uw god. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Speeding. Ik kan mijn speed selector niet op 25 staan. Nou, doei trein. En nog eens. Ja, David gaat helemaal los vanavond. Moet niet gekker worden. Nou, David de gekste vandaag. Een station genaamd Arsenal. Oké. Okay. En wat heb ik nou weer gedaan? Oh, ik heb de EWS niet bevestigd. Scumbag. Nou ja. Ik kwam op een rood sein af en ik denk dat ik de EWS heb gemist die daar lag. Nou, gaan wij weer. Het wordt weer zo'n avond. Nee, ik heb ook geen EWS gehoord. Maar hier lag die. Dus ik krijg het idee dat ik net er buiten was en dan heeft deze geen extended sounds waarschijnlijk. We hebben geluk, hij is gelijk geel. 25 limit again. Oh, ik kom een 7 mijl voor King's Cross. Gaat ook lekker met uurtjes. Alweer, hè? Wat is dat toch? Ik rijd 5... Nou ja. Oh. Dit is geen veel... Je zag het zelf. Er gebeurde niks. Denk ik dat hij getript is over de TPWS... daarvan. You shall not go. Matthijs staat er strak afgesteld. Ik kreeg het idee van wel. Ah, ik houd wel even voorzichtig nu, hè. 12 mijl per uur en je ging sneller. Dus het is wel veel... Och, heren. Het is weer zondag. Je moet denken aan de afgelopen vrijdag. Eentje die tot 4 keer toe uit de niet zo snel remmen kreeg, midden in de wisselstraat van Venlo. En volgens mij hebben we gewoon last van de gremlins gewoon hier. Weet je wat, ik durf nu niet eens meer sneller te gaan op dit moment. Comeback trein, echt waar. Dan denk je dat je rail toe moet hebben, dan krijg je vervolgens worden de remmen getest. Snelremming, snelremming, snelremming.
niks deze keer, maar we hebben grond. We hebben groen. Och heren, wat is druk. Ik heb een screenshot gestuurd in je DM op Discord. Ik zal straks even kijken naar dit scenario, David. Ik heb geen idee. Een of andere briljante Engelsman, blijkbaar. Het is mij best over Duimark. Ah. Nou, die hoor ik. .6 miles to King's Cross. En we hebben een red signal, dus we gaan wat afremmen. Nog wat meer. Boven ons is de High Speed One. Ik was er net boven ons langs. Oftewel, als jij de route van Londen naar Faversham hebt, die gaat hier boven langs. Je gaat deze tunnel in en dan gaat hij in de high speed. Dat is de high speed tunnel. Nou, laten we maar eventjes afremmen, want we moeten toch zo 15. Dus dan gaan we weer terug naar 15. 15. Signal K14 has been causing some issues today. Please request permission to pass it at danger. Oftewel, DTG maakt een scenario die vervolgens een melding geeft dat een sein die hun hebben geplaatst in de route een issue geeft. Niet hier. Enige fatsoenlijk stuk spoor niet oké, zonder dat hele Victoriaans profiel. Wat heb jij tegen Engeland, Mark? Treinspotter Bram, goedenavond en welkom. Genoeg over DTG. Ja, en toch gebruiken we de game, hè? Nou, permission approved. Hoop ik niet dat we hier af gaan, nee. Nee, gelukkig niet. Dan komen we langzaam King's Cross binnengerold met een hele hoop van de podkijkers. Hier, kijk, onze machinist die zit er een beetje bij. Zo van, wow, is wel goed. En dan vervolgens heb je deze mensen, die staan echt allemaal netjes achter het bord. Hoeveel mensen wil je wel niet hebben hier? Zou wat zijn. Ik zal wel eens even... Geen anderhalve meter afstand. Ik denk het niet! Oh jee. Dat is wel wat. Ramt een karretje tegen de muur tussen perron 9 en 10. Zo.
Dat was mijn Ulmark. Ze gaan allemaal tegelijk. We have over half an hour until our book departure time. Go ahead and have a rest, and we will see you back later. Dank u wel. En ondertussen komen hier een hoop mensen weer wat treinen binnen.